Ja, jij wil... Ik heb op centrum staan voor medeplikken en het omkeren, rechtsaf, linksaf, terug. Weet je, nu blijft hij maar zeiken. Dus, maar dat hebben we al lang gehad, joh. Oké, okay. Nee, maar medeplik is een prachtige mooie plaats om in te rijden, weet je dat? Ja. Het is een prachtige mooie jachthaven. Ja. Mooie restaurants en dan rij je schuin naar beneden het dorp in. En heb je rechts een hele leuke zaak die speciale medeplik bitter koopt. Medeblik bitter, dat is drankie? Ja. Maar goed, nee, maar dus medeblik is gewoon hartstikke leuk en mooie plaats op het kasteel. Ja, kasteel Radboud of zoiets, heb je er ook nog? We hebben er wel met de boot gelegen en ik kwam met mijn vader op een hele vooruitplek met hooi op de grond en weet ik nog wat allemaal. En riksteken en zo. Ja. Maar dat is meer van de zomer, hè? Jij zegt het, ik lees het en tegelijkertijd denk ik van, hé, Twiske bij ons, ja. Weet je wel, waar je is vandaan. Twiske is het bij ons. Huh? Maar, met een mooie omgeving, hè. We hebben nog een hoop plaatsen zo geslagen, die gewoon mooi zijn om erheen te rijden. Ja, ook een heel stuk dijk tussen Hoorn en Enkhuizen. Ja. Het is echt mooi. Ik denk gewoon een licht onder de kraag. Maar ja, goed, ze hebben ook familie wonen. Dus. En die woont ook nog in de haven. Dus als je de haven hebt, die hier huizen, dan woont dat die ook nog. Heb je wat om volgend jaar naar uit te kijken? Ja. Ja, als wij ook dan volgend jaar kunnen varen. Ja, ik hoop het ook. Ja. Want het is nou de ontwikkeling in de borgen zo, hè. Dat ze, we hebben nou de 12e afspraak, de 16e afspraak, de 19e afspraak en de 26e. En dan beslissen ze of ze die toch opereren, een stuk van die long weghalen. Maar dan hoeven ze niet, dan hoeft ze een jaar immuuntherapie niet te doen. Oh. Want het is allemaal kapot, het heeft hartstikke goed gewerkt allemaal, het is prima. Dan moet het lichaam de boel opruimen en dan moeten ze zich verder kijken van zit het niet ergens verborgen nog plekjes. En dan gaan ze dus nou het onderzoek voor doen met radioactief materiaal. Ja, maar is het ook niet een kwestie van zoet en grijs op winnen? Nou weet je, soms is het zo klein en vinden ze het niet. En dan komt het te laat uit. Maar omdat het verder nergens uitgezaaid is, zullen ze kunnen overwegen ook om te opereren. Had Ingeborg helemaal niet meegekregen dat die kant ook op kan. Hè. Ja. Dat ze in het begin zeiden, we kunnen niet opereren. Want met de luchtwegen, er zat allemaal wat veel te veel risico. Maar het is nu zo gekrompen. En nu denken ze dus met die nieuwe scan die ze dus gaan maken. Met de radioactief, dat ze heel goed kunnen zien hoe precies de situatie is. En, het gesprek met de longarts hebben we dan, is ook al de 26e dan gepland. En dan gaan we kijken en dan mag ze zelf heeft ze ook inbrengen. Als ze zegt, ik wil niet dat jullie opereren, ja dan gaat ze gewoon een beetje doen. Je moet niks, hè, op jouw lijf. Ja, ja. Dus, maar dat zou inhouden als ze dus opereert. En dat ze, en dat doet alleen dat het succesvol kan zijn. Dan hoeft ze je niet te doen. Dan gaan we volgend jaar vrij en blij in te gaan met de taal van Lillig. En anders zit het hele jaar vast in een immuuntherapie. Ik zie niet dat het er nog komt. Een klein stukje. Want. Makke koe, hè? Makke koe. Wat is makke koe? Mak koe. Koe die niet wild is. Oh. Rustig. Makke. Makke koe. Oké. Okay. Oh, jij hebt ook. Ja. Ja, die kost iets meer als die. Ja. Als die handboel van
anomalie. Hoi. Ik heb Hans goed zoek maar aangezet. Ik vond ook de vingertopjes pinken en zo een beetje koud worden. Ik let er maar naar toe. Het is een mooie omgeving. Hè? Ja, nog iets te vertellen over het grootste zaadcentrum? Ja, daar zijn we langs opgereden. Heb je dat gezien? Nee, niet gezien, maar ik weet wel dat het er ergens moet zitten. Gigantische panden. Dat is vroeger heet het Novartis Seeds. Dat is weer overgenomen door een ander maatschappij. Het is een gigantisch bedrijf. En die leveren hele specifieke Belgische zaadjes. Nou, dit is niet zo groot. €120. En dat soort gedoe. Is bang voor de helm, mevrouw? Is die bang voor de helm? Oh, nee, dat lijkt me zo'n lieve hond. Oké, dan dat hij zo'n lieve boot is. We hebben al wel merken op onderweg dat je discriminatie. Als je trouwens merkt dat je Amsterdam kon nemen, zou het dan veel. Ja, prima toch? Ja, kijk, ik ben niet blij met die coronaziekte, maar met het afstand houden enzovoort. Ik vind het prima. Ja. Ik hoef niet dat die mensen zo dicht op mijn lip zitten hoor. Nee, maar ik vind wel erg dat sommige mensen zo overdrijven. Ja. Nee, ik was gisteren bij spreken naar de Lidl. Ja. Dan moet je al in de rij voor de deur wachten. Dat je naar binnen mag. Maar in die rij sta je dus. Ja. Hutje aan mutje. Dus geen 1,5 meter afstand. Dan laten ze er maar zoveel binnen in die winkel. Dan heb je van die mensen die op een potje gaan kijken wat er allemaal in zit. Dat je er niet langs kan, dus ga je er ook langs. En het was 5:08, dus ik moest eerst een fles port kopen. Afrekenen bij de kassa. Dan hebben ze hem achter de kassa neergezet. Toen kon ik mijn andere boodschappen gaan halen en toen kon ik daarna mijn port weer meenemen. Want anders achter slaat die kassa geen alcoholische dranken meer aan. Kom je om 7:30, kun je gewoon een hele pellet bier meenemen. Helemaal niet dat ze hem hadden, normaal hebben ze wel, heb ik niet. Maar dan moet je in de rij staan bij de kassa. Als je dan bij de kassa komt, dan zit daarnaast zit die bankettoestand. Want de kassa mensen doen op de pakket. Dus dan wacht je door je aan de beurt in. Dan gaat je kasseren voor jou de taart pakken die jij moet hebben. Alles dan rustig te wachten. Dan reken je de dingen af en dan kun je weer met je bakje inleveren. En ik liep mijn bak en al naar buiten. Ik denk wel een rare wereld, ik was zo in de wacht. Ik liep zo met die bak. Meneer, een bakje? Ik zeg, oh. Nou, geen alsjeblieft. Maar dan moet je gewoon in de rij staan waar iedereen voor de kassa staat om te wachten tot jij een keer gepakt. Ja. Nee, maar ik denk ook, ik ga niet om 6:00 naar de Lidl, want dan is het druk. Dan had ik al een keer in de rij gestaan. Ik denk, ik ga wel tegen 8:00. Ja. Nou, is om 8:00 mogen ze geen drank meer verkopen. Nou ja. Maar wat maakt het nou in godsnaam voor het verschil of je nou een fles wijn koopt om 8:00 of om 10:00? Ja.
Heb je ze ook gekocht? Ja. Ja, al een tijd terug. Al een tijd terug.